In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Sada. En hij doet aan puppyplay. Binnen of buiten spelen? Binnen spelen. Honden of kattenmens? Hondenmens. Naar de kroeg of naar een fetishfeest? Naar een fetishfeest. Knuffelen of seks? Knuffelen. Op twee voeten of op handen en voeten? Handen en voeten. Domineren of gedomineerd worden? Gedomineerd worden. Miauwen of blaffen? Blaffen. Doe eens. Ruff. Oh. Wat is puppyplay precies? Wat het precies inhoudt is gewoon een soort rollenspelding. De bedoeling is dat je een beetje begint te gedragen, een beetje in de rol kruipt als een puppy. Heeft verder niet echt heel veel regels, behalve dan dat je op je handen en knieën gaat zitten en soms eens een keer blaft of zo. Iedereen gedraagt zich op zijn eigen manier. Je kunt een luie hond zijn of heel speels zijn of meer graag een soort bewakende hond zijn. Je kan ook aantrekken wat je wil of je doet helemaal niks aan. Ligt eraan wat je fijn vindt. Dat is eigenlijk wat het een beetje inhoudt. Hoe ben jij erachter gekomen dat je dit leuk vindt? Ik had al vrij snel een beetje een interesse in fetish en seks en dat soort zaken, over rond 16 ongeveer. En toen ik eenmaal 18 was geworden, toen ben ik eigenlijk gewoon een beetje gaan rondkijken. Wat waren dan die eerste dingen waarvan je dacht, Ik heb vrij snel een meester ontmoet, waar ik eigenlijk bij ben gebleven. En die heeft mij daar een beetje de wereld naartoe ingeleid. Dat was voornamelijk het eerste half jaar echt slaaf, zeg maar. En wij gingen ook regelmatig naar een fetishclub in Antwerpen. En toen kwam ik daar binnengelopen en toen zag ik al die puppy's zo samen in zo'n speelplek, zo'n hekje eromheen. Dat zag er echt helemaal geweldig uit en superleuk. Oh ja. En ik dacht van, oh, dat is ook mijn ding. Toen mocht ik van iemand een masker aan en toen was ik al helemaal verkocht. Wat voelde je dan? Ik weet niet, het voelde heel natuurlijk. Het voelde heel fijn en heel gemakkelijk. En omdat het een beetje onschuldig is en zo en heel speels, dat past er wel bij. En die eerste keer dat jij dus als puppy daar zo helemaal rondrende, hoe ging dat? Daar heb ik niet heel veel mee gedaan. Het was heel leuk met dat masker op en zo en een beetje kijken wat de anderen aan het doen waren. Maar dat was ook de eerste keer dat ik naar dat evenement ging. Dus ik was een beetje heel druk de hele dag met allemaal zien wat daar allemaal te doen was. Ik ben bijvoorbeeld niet altijd de meest populaire op school geweest of zo. Of bij de voetbalclub ook niet. Maar omdat dat zo'n hele... Puppies zijn heel hecht met elkaar en het is een heel fijne groep. En dat vrienden van de reden heb je zoiets van, ja, je past daar gewoon bij. Iedereen is heel aardig, heel open, heel lief. En het voelt echt, in ieder geval voor mij voelt het als een tweede familie aan. En dat is ook een van de grote redenen waarom ik het zo fijn vind. Hoe word je een puppy? Het is dus moeilijk omdat het een beetje een mentaal iets is. Ten eerste moet je jezelf comfortabel voelen met het feit dat je op de grond gaat zitten en blaffen. Dat heeft voor mij wel een dingetje. Ja, dat heeft voor mij ook even geduurd. Ik heb ook een half jaar of zo een beetje gespeeld zonder dat ik me echt comfortabel voelde met blaffen. Want dat was nog een ding dat voelde echt heel raar aan. En op een gegeven moment... Dan vind je je eigen blaf. Ja, precies. Dat eigenlijk. Ja, je vindt een beetje hoe je het wil doen. Sommigen zijn een beetje keffertjes, de anderen meer zo diep uit de keel. Wat ben jij voor blaffer? Oh! Oké, en wat heb je nog meer nodig? Wat je heel vaak nou ziet is dat mensen die het ontdekken al heel snel spulletjes en alles beginnen te kopen. Maar ik was daar vrij terughoudend in. Het enige wat ik altijd zeg is, doe kniebeschermers en handschoenen, want dat is gewoon bescherming. Ja. En hoe je een puppy wordt, in principe zit het er wel een beetje in, want anders heb je ook de interesse niet echt. Dat komt dan eigenlijk steeds meer naar boven, doordat je eigenlijk je eigen soort puppy persoonlijkheid ontdekt hebt. Heb je ook seks als pup? Dat kan. Ik hou voor het algemeen die dingen wel gescheiden, want ik moet me wel heel comfortabel voelen, wil ik dierlijk gedrag naar boven brengen tijdens seks. Maar dat heb ik bijvoorbeeld wel met mijn vriend een keer gehad. Maar het is niet dat ik als puppy dan op zoek ben naar seks. Ik ben als pup echt voor het sociale en het leuke en het lieve eraan. Maar andere mensen vinden het fijn om seks te hebben als pup. En dat heeft iedereen zijn goed recht in wat ze fijn vinden om te doen daarmee. Of hoe heb je dan als pup seks? Ga je dan echt proberen als een hondje seks te hebben? Nee, eigenlijk niet. Het is voornamelijk gewoon het gedrag wat eigenlijk naar boven komt. Het is niet dat je per se rondachtige standjes gaat doen of zo.
Wat voegt het voor jou toe om seks te hebben als pup? Dat is gewoon een bepaald gedrag dat komt zo naar boven, dat komt zo in je op. Het voelt goed, het brengt net iets meer, het voelt net wat fijner. Dat is gewoon hoe het er eigenlijk een beetje op neerkomt. Dan ben je dus zo los in jezelf, mm-hmm. Maar dan moet er dus dan, dan willen mensen seks. Dat hoeft niet per se. Nee. Dus, en als jij die situatie zou hebben en jij wil dat niet, dan maak je dat gewoon duidelijk. En dat is een van de dingen wat mij ook heel erg opviel toen ik net zo dat hele fetish wereld inkwam, is dat respect staat echt heel hoog. Als iemand tegen jou nee zegt, dan gaan ze weg. En als iemand blijft doorgaan, dan zijn er genoeg anderen die ervoor zorgen dat hij weggaat. Ja. Dat is echt is een van de belangrijkste dingen. Dat je alles kun je met elkaar bespreken en nee is gewoon nee. Voel je je dan ook aangetrokken tot dieren? Helemaal niet. Dat is volgens mij iets waar veel mensen meteen aan denken. Vooral omdat je jezelf een hond gedraagt en ook op die manier seks kan hebben. Maar ik heb niks met honden, ik hoef daar ook niks mee te doen. Daar blijf ik gewoon op die manier vanaf. Ben je daar wel eens bang voor dat mensen denken dat je graag met dieren seks hebt? Ik heb er nog nooit echt direct mee te maken gehad. Daarom moet je een beetje uitkijken wie je dat soort dingen vertelt. Omdat mensen graag heel snel een bepaalde richting in gaan denken. Ik wil niet hebben dat als ik zoiets vertel dat mensen ineens denken dat het enige wat ik doe is dat ik seks heb met honden of zo. Dat wil ik wel heel erg mee uitkijken. Maar hoe komt dat? Omdat je gedraagt je als een hond. En omdat je je gedraagt als een hond en ook seks hebt, dan gaan mensen een beetje die richting op denken dat je dan ook automatisch het met een echte hond wil doen. Wat voor gevoel geeft het zijn van een puppy je? Ik vind het gewoon heel fijn om in die rol te kruipen. Dat is gewoon het fijnste gevoel wat er eigenlijk bij is. Omschrijf dat eens. Eigenlijk gewoon blij en gelukkig. Maar niet alleen de rol zelf, maar ook de vriendschappen die ik daarbij heb opgebouwd. Echt het hele familieaspect of de verbroedering daarvan. Dat is hetgene wat mij gewoon heel blij maakt en mij heel gelukkig maakt. Omdat dat gewoon mijn groep is waar ik me heel goed bij voel. Echt het puppyplay daarbij. Ik kan gewoon spelen, ik kan mijn ding doen. Ik voel me daar blij bij. Dat is echt voornamelijk hetgene wat ik me daarbij voel. Ik voel me gelukkig omdat ik gewoon mezelf ben. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Ik kan gewoon mezelf zijn. Niemand die mij gaat beoordelen. Niemand die tegen mij gaat zeggen dat ik gek ben. Ik doe mijn ding. Ik heb er lol mee. En dan voel ik me ook gelukkig daarbij. Maar ik moet wel toegeven dat ik wel soms eens van die momenten heb gehad. Dat ik dan zo onbewust of zo een beetje daar in die rol begin te komen. Dat ik bijvoorbeeld, of ik heb ook heel standaard dingen dat als ik op bed springen, dat ik mijn vuisten neerzet op het bed. Mm. Of dat ik dan, als ik op mijn rug lig, met mijn handen zo ga liggen. Ja. En soms heel onbewust, dat is natuurlijk het brein wat heel grappig kan werken, dan voel je ineens zo in het puppygedrag, dan voel ik me wat speelser. Mm. En dan komt dat zo. Echt. Maar voornamelijk is het gewoon, oh ja, ik heb nou zin om dat nou te gaan doen. Dus dan zie je mat of ik trek mijn masker aan en dan ga ik gewoon spelen. Wil je nou nog meer weten over Sada? Check dan ons hele gesprek als podcast. En dat was de laatste van dit seizoen. Heb jij nou nog een gast die je graag zou willen zien? Laat het dan vooral weten in de comments. En ik ben er volgende week weer met de Seksmobiel. Dat was hem. Ja. Hou je van ananas op je pizza of zeg je echt van nee? Niet. Ik ben sowieso niet een fan van ananas. Oké. Nee. Dus zeker niet op je pizza. Nee.